Deze video gaat over kwadratische formules opstellen. In deze video ga ik je laten zien hoe je een kwadratische formule kunt opstellen aan de hand van een verhaaltjesom, en ik ga het uitleggen met de hulp van een voorbeeld. Het voorbeeld zie je hier staan. Het gaat over een rechthoekig stuk land en dat rechthoekig stuk land wordt afgezet. En we hebben maximaal 40 meter gaas beschikbaar voor de afzetting. De oppervlakte van het land, die noemen we hoofdletter O. En bij vraag A is verder nog gegeven dat we AD x-meter noemen. En de opdracht aan ons is druk O uit in x. Nou, bij dit verhaaltje hoort ook een tekening. En in die tekening zie je die afzetting van het land getekend. En aan de bovenkant hebben we geen afzetting, want daar is een sloot. Dus daar hoeven we ook geen hekwerk te plaatsen. En je ziet die letters erbij staan. Hè? We hebben hier A, B, C en D. En AD is x, want dat staat hier bij vraag A gesteld. En wat we dus moeten doen is O uitdrukken in x. En O was de oppervlakte van ons stuk land. Nou laten we eerst gewoon even beginnen. Het gaat over oppervlakte. En we hebben hier een rechthoek. En zoals je weet, de oppervlakte van een rechthoek, daarvoor doe je lengte keer breedte. Dus we noteren, de oppervlakte is gelijk aan L keer b. Want we doen dus lengte keer breedte. En dan moet je even bedenken wat is hier nu de lengte en wat is de breedte de lengte dat is cd dus dan krijgen we de oppervlakte is gelijk aan cd en de breedte die is ad of bc die twee zijn even lang maar niet vanuit welke je kiest ik kies ervoor om ad te nemen dus we doen cd keer ad nou we moeten de oppervlakte uitdrukken in x want dat staat hier in de opdracht en dat wil zeggen dat we in onze oppervlakteformule alleen maar x's over mogen houden en getallen. En geen andere letters. Dus we moeten van die CD af en van die AD. En laten we beginnen met die AD, want die is makkelijk, want in onze tekening en ook in de tekst hier zo staat dat AD gelijk is aan x. Dus we kunnen opschrijven, AD is gelijk aan x. En dan hebben we alvast één stuk van onze oppervlakteformule uitgedrukt in x. Nu moeten we nog iets doen met die cd. En die cd moeten we op de een of andere manier uitdrukken in x. En de vraag is hoe gaan we dat doen? Want ja, als je kijkt naar die tekening, deze is x, maar cd? Geen idee. Staat er niet bij? Dus we kunnen er niet zomaar zeggen, die is ook x of 2x of weet ik veel. We moeten echt een andere tactiek hanteren. Maar laten we even kijken in de tekst. In de tekst staat dat we maximaal 40 meter gaas hebben. Dus we hebben hier een stukje gaas nodig, hier een stukje en daar een stukje. En die drie stukjes bij elkaar zijn maximaal 40 meter. Oftewel, nu we dat weten, kunnen we ook even dit opschrijven. Namelijk, AD plus CD plus BC is gelijk aan 40. Nou, AD en BC. Daarvan weet ik hoe lang ze zijn. Die zijn namelijk allebei x lang, want ze zijn even lang en deze is x, dus die andere is dat ook. Dus dan kan ik ook hier schrijven, x plus cd plus x is gelijk aan 40. En dit kunnen we nog verder herleiden. x plus x dat wordt 2x, dus dan krijgen we cd plus 2x is 40. En nu kan ik de 2x naar de rechterkant brengen, dus dan krijgen we cd is 40 min 2x. En wat je nu ziet is dat ik CD heb uitgedrukt in x. Want je ziet, CD is gelijk aan, dan zie je een getal, hier zie je een getal en daar staat de x. En dus hebben we CD uitgedrukt in x. Nou, als CD gelijk is aan 40 min 2x, dan kan ik die 40 min 2x gebruiken in mijn formule voor de oppervlakte. Dus ik ga die er even onderschrijven. CD. Daarvan weet ik dat die 40 min 2x is. En nu kunnen we dus terug naar onze formule voor de oppervlakte. Die is dus cd keer AD. Oftewel, dan krijgen we dus oppervlakte is gelijk aan x keer 40 min 2x. En denk eraan, als je vermenigvuldigt, dan moet je dat stuk met die min altijd tussen haakjes zetten. Want als je dat niet doet, dan gaat het vermenigvuldigen verkeerd. Want dan ga je alleen maar die x met die 40 vermenigvuldigen. Maar je moet hem ook met die min 2x vermenigvuldigen. Dus om die 40 min 2x zit je haakjes vanwege die vermenigvuldiging. Nou, we zijn nu bijna klaar. We moeten alleen de haakjes nog even wegwerken. En dan is onze formule voor de oppervlakte af. Dus dan krijgen we oppervlakte is gelijk aan. Nou we doen dus x keer 40. Dat wordt 40x. Dus is 40x. Min, en dan doen we x keer 2x, dat wordt 2x kwadraat. Dus 40x min 2x kwadraat. En nu hebben we dus aan de opdracht voldaan, want we hebben o uitgedrukt in x. Dus wat hebben we gedaan bij deze opgave? Nou, we begonnen met oppervlakte, lengte keer breedte. En die gingen we toen met behulp van de tekening daar de juiste letters voor invullen. Dus dat waren deze. En toen ging ik per letter kijken of we die konden uitdrukken in x. Deze was makkelijk, dat was gewoon x. Maar voor deze hadden we iets meer nodig. Daarvoor gingen we dit doen hè. We bedachten oké, okay, we hebben maximaal 40 meter gaas. Dit moet samen 40 zijn. Hé, hey, deze twee weet ik, want die zijn allebei x. Oké, okay, dan konden we dus zeggen dat cd gelijk is aan 40 min 2x. Nou, dat gingen we vervolgens weer invullen. Oppervlakte gingen we uitrekenen, herleiden en toen waren we klaar. Oké, okay, vraag B. Bij welke afmetingen is o maximaal? Dus we gaan nu op zoek naar de afmetingen waarbij de oppervlakte van ons stuk land maximaal is. En voor de volledigheid heb ik eigenlijk de dingen die we net hebben berekend nog even opgeschreven. Dus ad was x, cd was 40 min 2x en de formule voor de oppervlakte is 40x min 2x kwadraat. We willen weten wanneer de oppervlakte maximaal is. Dus we willen van deze formule weten wanneer we het maximum hebben. Nou, zoals we eerder hebben geleerd in het hoofdstuk, als je een maximum wil weten, dan kun je deze formule dus invullen in je rekenmachine. En dan maak je gebruik van optie maximum. En dat gaan we natuurlijk wel even netjes noteren. Dus we noteren bij i1 vullen we in 40x min 2x kwadraat. En we doen optie maximum. En als je dat doet, dan vind je voor de x dat het gelijk is aan 10. En voor de i dat het gelijk is aan 200. Dus daaronder gaan we nog even opschrijven. x is 10 en y is 200. Nou, wat betekent dat nou? Nou, de x is 10, dus waar ik hier en hier een x heb staan, moet ik dus een 10 opschrijven. En de y is 200, en dat wil zeggen dat de uitkomst van deze formule gelijk is aan 200. En wat was de uitkomst van de formule? Nou, de uitkomst was de letter o, en de o stond voor de oppervlakte. Dus de maximale oppervlakte is 200, want de i is de o. En de afmeting die daarbij hoort, dus de waarde van x, die is 10. En nu gaan we even terugkijken naar de vraag. De vraag was, bij welke afmetingen? Dus we moeten de afmetingen van ons rechthoekige figuur nog even opschrijven. Nou, de ene kant, dat is die ad. Die ad die heeft als lengte x. Dus die is gewoon 10 meter lang. Want ja, de x is 10. AD was in meter, dus we kunnen opschrijven. Dus. AD is 10 meter. En. Nou, BC is natuurlijk ook 10. Dus die kunnen we laten zitten. Die afmeting is niet interessant. We gaan ons even hier oprichten. Die CD. En voor CD hadden we de volgende formule gevonden: 40 min 2x. Nou, we weten dat de x gelijk is aan 10. Dus we doen 40 min 2 keer 10. Dus gaan we even opschrijven. En cd is 40 min 2 keer 10. En dan gaan we even uitrekenen. 2 keer 10 is 20. 40 min 20 is 20. Dus cd is 20 meter. En nu hebben we dus de afmetingen gevonden waarvoor de oppervlakte van ons gebied maximaal is. Dus wat hebben we gedaan? Het gaat over het maximum. Ik wil hier het maximum van weten. Dus daarvoor ga je het invullen in de grafische rekenmachine. Let op de notatie, functie, optie en dan de uitkomst. Het ging over de afmetingen. Dus we gaan die x is 10 gebruiken. Dat wil zeggen dit stukje is 10. En voor die ander moesten we even kijken naar de formule voor CD. En dat gingen we invullen. We gingen dat uitrekenen en toen kwamen we uit op 20 meter. Handig hè? Zo'n uitlegvideo. Wil je nou nog meer handige uitlegvideo's? Abonneer dan op mijn kanaal. En dan zorg ik ervoor dat jij als eerste op de hoogte bent als ik een nieuwe video publiceer.